Designdenken is nauwelijks nog weg te denken uit het bedrijfsleven. Sterker nog, designdenken moet onderdeel zijn van je bedrijfsvoering. Door de razendsnelle technologische veranderingen veranderen jij en ik als consument. En dat betekent dat businessmodellen veranderen, bedrijven veranderen. En de vraag is: hoe kun je daar vandaag de dag het beste mee omgaan? En waar we vroeger werden opgeleid als managers om plannen te maken en die uit te voeren, zie je dat we vandaag moeten gaan denken als ontwerper. Design denken, zoals ik dat noem. In de online training Design Thinking en Doing leer je alles over het werken en denken als ontwerper. In Design Thinking over de theorie en in Design Doing, het woord zegt het al, raak je bekend met het gebruiken van de gereedschappen. Dus het gebruik van een businessmodel canvas, van een visie canvas of bijvoorbeeld een waardepropositie te begrijpen. Met de modules Design Thinking en Design Doing heb je eigenlijk een eerste kennismaking uh, met het gedachtegoed. En ik hoop dat je verslaafd wordt, zodat je het vaker gaat toepassen. Want als je dat één keer gaat doen, het is niet alleen ontzettend leuk. Daarnaast leer je ervan, maar je leert ook hoe je waarde kunt toevoegen. En als je dat blijft doen, dan ben je niet alleen zelf succesvoller, maar ook jouw onderneming. Ik ben Patrick van der Pijl en ik hoop dat jij heel veel plezier beleeft aan deze online training. Zodat je. Misschien je start-up of het bedrijf waar je werkt nog succesvoller kunt maken.